Welkom bij een nieuwe Premier League show. Deze week zonder uh, Jarno. Die zit uh, helaas thuis in uh, quarantaine. Gelukkig helemaal uh, zonder klachten. Maar uh, hij is er vandaag niet bij. Dus word ik vergezeld door uh, Bas van der Hoven, mijn grote yeah. vriend. Ook wel bekend als uh, de Joker van Boekel. <laughs> nou. En we gaan weer vrijblikken uh, op, uh, op het Premier League uh, op de Premier League speelronde. Yeah. Maar eerst misschien nog een beetje terugblikken. Want uh, ja, Liverpool Tottenham, de topper van de week eigenlijk. Wat vond je ervan? Ja, ik heb genoten. Ik, uh, ik moet zeggen, ik vond uh, dinsdag met uh, Wolves, Chelsea en uh, City, West Brom een vermakelijke avond. Maar bij Liverpool, Tottenham, ik, ik heb echt genoten. Beide trainers waren eigenlijk ook tevreden over de prestatie van hun team. Mourinho uh, zat natuurlijk uh, met het resultaat. Maar het was denk ik wel veelzeggend. Uh, die discussie na afloop, die zag ontstaan: van, oké, okay, wie was nou de betere ploeg? Hè? Ik denk dat het ook wel, uh, nou, vooral zei eigenlijk dat. Dat de plannen van allebei uh, wel uit waren gekomen. En uh, nou ja, Tottenham, uh, vanuit Liverpool-kant werd het een, uh, een countermonster genoemd. En dat begint het ook wel echt te worden: hè? Uh, scherpe counters, kansen niet benut. Nou, ik denk dat uh, Bergwijn uh, een iets mindere nacht heeft gehad. Die is uh, misschien nog wel een paar keer wakker geschrokken. Ja, um, ja ik, Tottenham, ze hadden wel meer verdiend, vond ik. Ja, dat vond Mourinho volgens mij ja. euh, ook. Dat ja. zei hij ook achteraf nog even uh, tegen Klop. De uh, beste team last, toen zei hij. Mm. Klop volgens mij uh, behoorlijk om lachen. Ja. Op zich, als je de statistieken erbij pakt van een wedstrijd, is dat ook wel een vreemde uitspraak. Want ja. Liverpool had volgens mij meer dan 70% balbezit, veel meer doorpogingen. en waren ook veel meer rond de 16 van Tottenham te vinden. Maar misschien waren de grootste kansen wel voor Tottenham. Nou precies. En kijk, en, en dat, dat zie je eigenlijk in al die toppers uh, terugkomen. Hè. Ze, ze verstaan uh, City natuurlijk uh, thuis. Um, dat, was, dat was eigenlijk ook zo'n wedstrijd. Nou, daarna, natuurlijk, tegen Arsenal. En Tottenham met deze ploeg. Ga je proberen uh, Liverpool of City te kopiëren door heel dominant te spelen? En inderdaad, mooi hè. Uh, nou, krijg je misschien wel wat. Complimenten voor de intenties, maar ik denk niet dat je heel veel punten pakt, want daar heeft hij het materiaal gewoon niet voor. Uh, met dit middenveld, met Heuberg, met Sissoko, dat is het jongens, kun je maar beter tegenhouden, uh, in de duels sterk zijn en vrij direct naar voren spelen. En ja, Mourinho, uh, ik snap wel dat uh, veel Nederlanders, ik merk het ook al omheen, niet echt fan van hem zijn. Maar je kunt zeggen wat je wilt, maar als je ziet hoe hij tot hem, wat hij in een jaar veranderd heeft, uh, hij. Is het is een levensgevaarlijke tegenstander geworden voor iedere ploeg o op de counter. Uh, Son en Kane daar haalt hij maximale uit, die twee. En hij had puur qua grote kansen, had hij natuurlijk wel... Uh, ja, eigenlijk misschien wel moeten winnen uit bij Liverpool. Ja, dat vind ik toch wel knap. En inderdaad, als je nou kijkt naar balbezit, natuurlijk. Uh, het, het overwicht was ook schijnlijk uh, voor Liverpool. Maar het past, dat beeld past ook wel in het plan van Mourinho. En Mourinho speelt er eigenlijk heel... Handig op in. En, nou, thuis tegen uh, City was het natuurlijk ook, hè? City heel veel doelpogingen. Ja. Maar ja, ergens kun je het ook niet echt onverdiend noemen, want het plan van Mourinho ja, is niet gebaseerd op 70% balbezit. En hij haalt wel maximale uit de mogelijkheden. Ja. ja, je had het net over Bergwijn, was eigenlijk de gevaarlijkste man aan de kant van Tottenham. Hè? Ja. Wat best wel bijzonder is, we hadden deze week hebben we in het kerstnummer een groot interview met Frank de Boer. Mm. En die noemt hem, uh, nou ja, rechtsback bij Tottenham, wat hij zo onwaarschijnlijk veel uh, meeverdedigt. Yeah. Nu stond hij natuurlijk uh, wat meer aan de andere kant. Maar dat hij toch, het begint wel echt een beetje een soldaat van Mourinho te worden. Hè? Als je yeah. hem af en toe sprint ziet trekken als je de bal kwijtraakt, ja, dat is echt ongekend. Gewoon 40 meter rent hij terug mm. om nog even de bal terug te veroveren. En aan de andere kant, dan nog twee eigenlijk enorme kansen creëert. Of, nou ja, gekregen, krijgt. Uh, maar ja, hij moet wel twee keer scoren. Ja. Maar het, het wordt wel heel veelzijdig zo. Hè? Ja, klopt. Nou, het was zonde. Als hij een van die twee kansen had gepakt, had hij zichzelf ook beloond. Uh, en net wat je zegt, soldaat van Mourinho, Dat is eigenlijk precies wat het is. Uh, het is niet voor niets dat hij juist tegen die toptegenstanders uh, veel speeltijd krijgt. Hè? Want. En dat vind ik wel het knappe bij Bergwijn, want het is toch een jonge jongen nog. En dan denk je van oké, okay, hoe kan hij de knop omzetten eh, onder Mourinho spelen? Het wordt toch nodig gevraagd van aanvallers, defensief ook. En juist op dat vlak blinkt hij eigenlijk uit, want Mourinho kiest hem niet voor niets. Deed hij als derde aanvaller in die topwedstrijden hè, voor, aan de zijde van uh, Son en Kane. Uh, kan kwam nog uit tegen Chelsea, die sprint herinneren op een gegeven moment waar die Kovacic achterna zit, 40, 50 meter. Uh, ja, ik vind het wel knap. En ik vind het ook wel mooi om te zien dat hij dat, dat kan opbrengen. En inderdaad, ja, die paar kansen, ja, daar moet hij zichzelf dan nog belonen. Hè? Dat is net een beetje rust, net een beetje die topklasse. Ik denk als Son of Kane in die positie was gekomen, dat wel één van twee was ingegaan. Het is natuurlijk nooit een speler geweest die 25 doelpunten in een seizoen maakt. Dus nee. bij PSV heeft hij dat eigenlijk ook nooit gedaan. En dan heb je gelukkig die andere twee die elkaar elke wedstrijd een assist geven en, ja. natuurlijk, en makkelijk scoren. Van ja. Zon ging er wel heel makkelijk in. Hè? Ja, zeker. zeker. Dat uh, ja, het ziet er super goed uit. Want Klopp klopt uh, zei van ja, we hadden een beetje, weer een beetje pech met de buitenspelsituatie. Ja, ik moet zeggen, kom op zeg. We, we gebruiken allerlei techniek. En nou ja, als je dan nog gaat klagen daarna over, we hebben weer een beetje pech bij de beoordeling van een buitenspelsituatie. Ja, we tot hem, ja, tuurlijk, ze spelen op scherp. Uh, ze staan een randje buitenspel. Maar het voeren ze wel uh, ontzettend goed uit, want ze creëren zo. Wedstrijd drie, vier grote kansen. Ja, je hebt een beetje geërgerd aan, uh, aan Klop, geloof ik. Hè? Heb je een boodschap voor Jurgen? <laughs> nou, nee, nee, nee. Maar ik moet zeggen, na nou, afloop ook, uh, ik vond het wel vermakelijk om met Mourinho, maar dat, dat is, uh, Klop en uh, is dan ja, een beetje voor de show heel, heel lachgericht doen. Um, hij verder en ja, beukt weer met eh, zijn uh, borst uh, tegen iedere speler aan die hij tegenkomt. Dat doen we af en toe ook wel toch als je een lekker artikel ja, hebt geschreven hier op de redactie? Ja, ik moet zeggen ik vind die emotie wel mooi. En ik, ja, ik vraag me om eerlijk wel een beetje af hoe oprecht het is na iedere wedstrijd. En bij iedere speler. Ja, even naar publiek nog toe. Uh... Ja, Hij omschreef zich uh, toen hij in Engeland kwam natuurlijk als the normal uh, ja. one. En, uh, ja, een leuke knipoog naar Mourinho. Maar als je kijkt naar het gedrag langs de lijn. En uh, dan kun je, denk ik, de bijnaam inmiddels uh, wel een beetje omdraaien. Ja. ja, aan de andere kant, Liverpool wint deze wedstrijd. Misschien wel de moeilijkste wedstrijd op dit moment. En zet zichzelf toch wel weer neer als grootste kandidaat voor de titel? Ja, dat is een goede vraag. Um, ja, ik, ik, ik weet het niet. Ik moet zeggen, wat ik wel goed vind bij Liverpool. Uh, ik weet niet hoe jij dat had, begin van het seizoen. Als ik zeg maar vraagde, ik zat ik bij Liverpool en dacht ik van, oké, okay, misschien is die selectie iets te doen. Voorin, uh, op het middenveld. Um, en dan zie je wel jongens eigenlijk, een beetje uit de schaduw, uit die, uh, die zich echt goed tonen. Uh, Curtis Jones, uh, Jota, uh, die hadden, uh, die bleef wel echt een goede maanden zeg maar. Ik had niet verwacht dat hij uh, zo goed zou presteren de eerste maanden van dit seizoen. En dat maakt die selectie ook direct een stuk uh, breder. Uh, dus dat probleem ja, vangen ze tot nu toe knap op. Uh, net, euh, net zo eigenlijk als dat ze achterin natuurlijk de nodige bestuurders uh, uh, toch aardig weten te communiceren ja. Gelukkig is er één iemand die, euh, die altijd speelt, Wijnaldum. Wijnaldum, ja. wedstrijd 28 ja. was ja, dit, nou ja, want van dit seizoen. We hebben het daar in de zomer natuurlijk vaak over gehad, hè, dat Thiago uh, naar Liverpool kwam. Ja. Uh, dan denk je van oké. Okay, stel iedereen is fit, Liverpool speelt een Champions League finale, dan staat Wijnaldum waarschijnlijk langs de kant. Denk je niet? Ja, als iedereen fit is wel, maar uh, uiteindelijk staat hij altijd toch weer yeah. in de basis. Ja, en beschikbaar zijn is ook een kwaliteit hè? en hij is altijd fit, voert zijn taken uh, netjes uit en wat dat betreft, echt de ideale. Uh, ja, speler voor de breedte ook, hè, voor Liverpool. Je doet hem daar misschien iets mee tekort kort want hij, hij doet het uitstekend... Zou je dat zelf ook zo voelen? Dat hij een speler voor de breedte is? Zou dat een reden kunnen zijn waarom hij zijn contact nog steeds niet verlengd heeft? Want als je al die fanaccounts ja. leest en hoort en ziet... Iedereen smeekt hem bijna, Gini, blijf alsjeblieft bij ons. Ja, omdat ze zijn waarde zien, inderdaad. Ja. Uh, nou ja, het was natuurlijk wel zo dat uh, in de laatste twee Champions League seizoenen... in de knockout fase een paar keer dat hij lang stond nog voordat Thiago was natuurlijk. Uh, en ja, op die grote avonden zegt dat wel iets, denk ik. Uh, dus ja, dat zal Wijnaldum uh, zelf ook wel voelen. En hij ja, kan me ook wel voorstellen, hij speelt natuurlijk al een hele tijd in Engeland, hè, hiervoor nog bij Newcastle. Uh, ja, hij komt wel in een fase van zijn carrière dat je denkt van oké, okay, misschien een nieuwe prikkel, hè? Uh, nog een uh, andere competitie ervaren, Zuid-Europa. Uh, ja, ik kan me wel voorstellen dat hij even die tijd neemt uh, voor die beslissing. Zou jij doorgaan bij Liverpool als jij hem was? Ik zou absoluut doorgaan met Liverpool. Ja. Ja. Ook omdat je, hij wordt daar gewaardeerd. Volgens mij verdient hij veel geld. Je speelt elk, elk jaar om de prijzen. Je speelt ja. mooi aanvallend voetbal. Het past volgens mij perfect bij zijn speelwijze. En die garanties we natuurlijk niet bij een andere ploeg. Nee, klopt. Nee. En inderdaad, als je gaat kijken, bijvoorbeeld naar kandidaten voor Champions League winsten, dan denk ik dat nou, ploeg die zeg maar van een. Van dezelfde kaliber zijn als Liverpool. Dan bijvoorbeeld bij Bayern nou, zie ik hem niet direct een basisplaats. Uh, nee, ja, Barcelona is de, de logische bestemming als hij weggaat. Maar ja. dan zou je nu voor Koeman gaan. En heb je de garantie dat Koeman daar nog drie jaar trainer is? Nou nee, nee. het zou natuurlijk kunnen. Maar de kans is ook wel groot dat Xavier daar ooit een keer komt. Mm. En misschien wil die wel met Rieke Parit of zo'n type het middenveld gaan spelen. En bij Liverpool is dat risico denk ik minder groot. Ja, en bij Barcelona, jij, laten we eerlijk zijn, je komt niet in een gespreidbedje. Nee, echt. <laughs>